Ja, ik wil uh, jullie natuurlijk graag uh, ontzettend feliciteren met deze jonge leeftijd uh, die jullie bereikt hebben. 100 jaar uh, op uh, een geschiedenis is natuurlijk uh, niks, want jullie gaan zeker nog 3, 4, 5, 600 jaar uh, door. Dus van harte gefeliciteerd. Uh, ook veel dank om jullie uh, dit uh, vandaag op deze manier te mogen uh, feliciteren. Um, en ik denk dat het heel erg leuk is om te zien voor iedereen, uh, en ik ben ervan overtuigd dat dat ook vandaag uh, te zien is, hoe energiek en vernieuwend uh, jullie bezig zijn. Jong uh, management, dan denk je natuurlijk, oh die zijn allemaal 18, dat kan natuurlijk helemaal niet. Uh, want je bent jonge managers, jonge ondernemers en dan heb je natuurlijk al wat ervaring uh, opgebouwd. Maar voor een ondernemer en voor een manager zijn jullie uh, inderdaad nog steeds uh, heel jong. Um, ik vind het een ontzettende eer dat jullie willen meedoen aan het jongerenplatform wat we gestart zijn binnen de Sociaal-Economische Raad. Uh, daarmee laten jullie zien dat uh, polderen ook weer een nieuwe betekenis kan krijgen, ook voor nieuwe generaties. Samen met de andere jongerenorganisaties en natuurlijk vooral ook met de jongerenorganisaties van de, de jongere van de vakbeweging. Uh, ik denk met heel veel genoegen terug aan onze eerste inhoudelijke discussie. Die ging over werk en leven uh, in de toekomst. Een adviestraject wat bij de CER loopt. En wat zo ontzettend goed was om te zien, is wat dat, die combinatie van werk en privé ook voor jullie betekent in je leven. En wat je met elkaar nodig hebt op de arbeidsmarkt om dat een plek te uh, te geven uh, en ja, hoe jullie daar zelf ook proberen vorm aan te geven. Nou, ik hoop dat we nog heel veel mooie discussies met elkaar gaan voeren in uh, dat bestaan wat nu weer verder gaat. Ik hoop dat jullie vandaag een geweldige dag hebben uh, en uh, nou, tot ziens.